Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Goed jongens, welkom weer terug. Gloednieuwe aflevering. Wat hebben we gisteren gedaan? Wij hebben natuurlijk dit ding gebouwd. En ja, op zich doet hij het. Hij doet het. Dus nu moeten we hem ook nog even... Zo eruit gaan. Ik bouw hem wel zo. Zo is dat wel goed, hè? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we hem even testen. We gaan ze allemaal even rond laten rijden. Er staan genoeg karretjes in. 5 karretjes is voldoende. Er kunnen 6 mensen in 1 kar. Dus geen probleem. De kleuren die wil ik toch nog even veranderen, want eerst sowieso deze. Oei, hier zijn we toch een probleem. Want als het goed is, kunnen ze hier zo... Ja. Niet echt zo. Zo. Ja. Het komt nog wel dat er mensen in zitten. Dit is ook de ene laatste aflevering voor de zoomstop. Na de zoomstop gaan we gewoon weer verder. Ik moet toch duidelijk zijn met zo'n mensen die denken van ja, dan is ook het einde seizoen. Maar als je zo bekijkt is het nog lang geen einde seizoen jongens. Oh, 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 die meuk, die kan er al een aantal. Oh, waar het gaat, dat moet op gratis. Ja, jullie geven nu wel mijn geld. Nou, 4 euro verdienen aan deze adres. Oké. Dan moet er wel een prullenbak hier zo staan. Dit zijn de dingen. Bomen er een beetje tussendoor. Deze weg, die weg. En dan gaan we eens even kijken wat we eigenlijk de volgende aflevering. Het is warm. Dus misschien is het wel tof als wij een stuk van het zwembad verlengen. En hoe denk je, what the fuck, hoe wil je dat verlengen? Via een buitenbad. Nou, misschien bijvoorbeeld dit ding.
dit aquarium verplaatsen. Zien hier zo, zeg maar. Dat kan, hè. Hier, ze moeten ook nog allemaal boem, want... Nu moet ik tegen jullie zeggen, wat vinden jullie mooi? Het vorige seizoen of dit seizoen? Ik vind, ja, het vorige seizoen was ook best wel mooi. Maar dit seizoen is toch nog een beetje anders opgericht. Een beetje anders ingericht. Oké, misschien is wel heel veel bijna hetzelfde. Vooral hier vooraan. Het zwembad is, ja, hebben we eigenlijk ook daar neergezet. Deze ook, maar de baan is wel iets anders. Spookhuis hadden we eerst helemaal hier achter, maar nu hebben we hier een supercoole achtbaan. Die vrij lang is. Dat wil ik gewoon van jullie weten, jongens. Is het mooi of... kan het nog anders? Tips zijn altijd welkom, dat weten jullie. Als we zij nou allemaal hier neerzetten. Wauw, je zit er maar in, hè. Zo. Oké, nou, het ziet er best tof uit. Dus lijkt je dat mooi gewoon een stuk van het zwembad? Dat lijkt mij wel. Dan gaan we deze opslaan. Sla de attractie op. Aqua, die is opgeslagen. Oké. Dan gooien we die in ieder geval nu alvast dicht. En als je die erin zet, die kunnen erin. Dan wil ik hem eigenlijk hier zo bouwen. Of hier zo kan ook. Hier gaat het wel, maar...
kunnen hem hier zo bouwen. Op zich is dat best wel een coole plek. Dan kun je hierachter iets, een achtbaan bouwen. Wat ik altijd gewild heb, een coole achtbaan. Je doet gewoon de ingang hier zo en dan kun je hem dit stuk ervoor gebruiken. Dat ziet er best tof uit. Gooi je die open. Hoe lang zijn we bezig? Oh, 11 minuten, oké. Okay. Die is dus gestuurd. Breken we deze af? Ja. Oké, okay, dat is wit met blauw. Dan met de kleur wit. Ja. Oké, okay, deze de randen dat is maakt niet zo heel veel uit. Dan wordt dit zo gewoon het buitenbad, ja. In ieder geval stoppen we even deze dingen. Moeten we dan misschien een glijbaan erbij zetten? Dat hij dan gewoon hier zo de baan maakt. Of gewoon hier zo door iemand hier zo. Dat is ook best wel veel. Safe, dan wat wel. Het hadden toch de vorig seizoen we ook dat gedaan, toen hebben we hier zo ook een buitenbad. En nu wordt het warm, nu hebben we de kans om een buitenbad te maken. Waarom niet, hè? En dan gaan we hier zo. Zo is eerst even een prullenbakje. Het beste is gewoon hier. Bomen. Hebben we gewoon andere bomen? Oké, hier buiten dat doe ik even niet. Want ik wil misschien daar nog een attractie bouwen. Hè? Want als je hier zo'n beetje vol met bomen gooit, ja, dat vind ik zonde. Dat vind ik opmerkelijkheid, vind ik dat gewoon zonde. Dan kun je gewoon weer wat andere attracties. Kijk, ik ben zuinig met de plek die ik heb. Daar hoef ik geen kraampje te komen. In ieder geval hebben we dat dus alvast verplaatst. Oh wacht, dit is het. Gewoon één grote boom is goed genoeg. Dat is balen dat die net niet past, hè, jongens. En deze, nou kijk, die past wel. Dit zo. Nou.
staan. Oh, nog te komen. Nou, ik hoop dat het zo een beetje goed is. Dus ja, dan kunnen we dit. We kunnen ook gewoon dit zo door doorheen zetten. Dan moet je alleen. Ja, gewoon hier zo wat in. Ja, hier zo moet dus de ingang komen. Moet even kijken dat we die paal laten staan. Dan ziet er het mooiste uit. Ja. Zes bezoekers zitten erin. Zeg, is het best wel leuk aqua. Wat zeggen ze daar? Ik wil nog een keer een omgekeerde aqua. Nou, op zich loopt die goed. Nou, ze zijn allemaal. Alles is terug. Die goede zaken. Ja, ze gaan via de voorkant komen ze eruit. Dat is juist goed. Hier zitten niet echt veel mensen in. Maar goed. Dit blijft gewoon de leukste achtbaan die ik nu doe. Dat is de enige achtbaan die ik eigenlijk officieel heb. Hij gaat ook namelijk twee keer omhoog, hè? Kijk, dit vind ik dus goed dat hij zo gaat. Dat is juist vet. Zit er dan ook mensen? En de trein, hoe gaat dat nu? Hij staat daar. Dus we kunnen instappen. Oh, je hoort het ding wel heel goed. Nou, op zich loopt dit allemaal prima. 28. Volgens mij gaan ze er niet allemaal uit, maar goed, dan moet ze allemaal zelf weten. Anders blijf je aan de gang. Hier zijn wel niet echt veel mensen, maar goed. Dat is normaal.
uiteindelijk loopt dit ook wel goed. Het nadeel is dat je altijd omhoog moet lopen, maar goed. Kijk man. Dat ziet er behoorlijk tof uit. Kijk eens, ik denk dat ik het hier zo maar ben gelaten. We hebben een tof attractie neergezet. Dus we gaan morgen hier aan de gang bij de laatste aflevering. Voordat de zomerstop begint, dan kijk eens. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan maar weer, jongens. Mazzel!